Team Roompot staat voor 100% oranje. En met het Wilhelmus op de mouwen en 18 uit de klei gestampte Nederlandse renners zit dat wel snor. Ja, alleen al het feit dat we alleen Nederlanders bij elkaar hebben en dus dezelfde taal spreken aan tafel, dat wekt wel heel veel chemie. En ik denk ook dat onze sterkste punt is straks in de koers. Maar de twee Drenten kennen elkaar persoonlijk eigenlijk helemaal niet zo goed. De Maar is 5 jaar ouder. Hij fietste op een gegeven moment ook bij Assenrode. Ik was er lid van. En toen was ik nieuweling of zo. Dus ja, toen reed hij altijd wel eens mee in zijn Rabo-pakje. Toen keek je toch wel tegen hem op, ja. Want dit is Mark de Maar van 6 jaar geleden. Toen was Berden de Vries nog hard op weg een groot schaatser te worden. Iets wat de Maar overigens ook wel aardig kan. Ja, hij kan aardig goed schaatsen, want dat heb ik al een keer meegemaakt. Ja. Toen in Assen, toen deed hij een keer mee. En dat was toch wel verbazingwekkend, ja. Ja. Met Michael Bogert, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel als ploegleiding staat er een imposant stukje Nederlandse wielerhistorie. Ja, ik kan nog wel herinneren toen de eerste keer dat Bogert belde, dat Michael belde. En vroeger kijk je naar tv en dan denk je wel even van een moment van, Maar goed, dat zou iedereen wel hebben, want ja, zo iemand belt je niet dagelijks. En nu is het toch, ja, de contact toch wel heel normaal. Het is ook geen u en het is gewoon ja, net zoals wij ons team is, zeg maar. Iedereen kan ons aanspreken en dat, daar staan we voor. Ja, je ziet wel dat die jongens respect hebben voor hetgeen wat wij in het wielrennen hebben gepresteerd. En we hopen dat te kunnen uitstralen op hun en dat zij daar positieve dingen uithalen. De nieuwe ploeg wordt 's avonds tijdens de opening van de Zesdaagse gepresenteerd aan het publiek. Nederland houdt van oranje! En daarna rijden de oranje mannen nog een afvalkoers. Iets waar de twee Drenten niet echt blij mee zijn. Ik ben niet zo'n baanrenner, ik heb er niks mee. Maar voor een keer is het niet verkeerd, toch? Jij? Dus nou, ik sluit me een beetje bij Berden aan. Maar het wordt waarschijnlijk wel spectaculair. Maar ik hoop dat ik op de fiets blijf zitten. Wat is er waar van het gerucht dat je debutant bent op de baan? Ja, dat is 100% waar. Er is niks van gelogen. Dus ik denk dat ik maar achterin het pelotonnetje plaats ga nemen. De Maar is de man met ervaring in de ploeg. Hij reed de laatste 5 seizoenen voor het Amerikaanse United Healthcare en maakte tussentijds een uitstapje van 1 seizoen naar het Belgische Quickstep. Hij reed al 4 keer een grote ronde en begint aan zijn 9e seizoen als prof. Hij moet dus de ploeg op sleeptouw nemen. Ja, ik vind het tegelijkertijd wel een hele mooie rol. Die leeftijd heb ik inmiddels bereikt. Ik ben toch 30, ik ga toch al x aantal jaren mee. En die ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen jaren wil ik heel graag overbrengen op de jeugd. Ja, we waren op zoek naar ervaring ook en die nog de ambitie hebben om te willen presteren. Nou, ben jij niet vol tevredenheid weggegaan bij Rabobank en je keert eigenlijk wel weer terug in dat nest een beetje, hè? Of niet voor je gevoel? Nou nee, er zijn, kijk, we hebben hier weliswaar of slechts maar 2 mensen uit die Rabobank ploeg die nu de leiding vormen hier. En het waren ook andere tijden. Kijk, we zijn inmiddels een jaartje of 5, 6 verder. Ik ben zelf ook wat ouder en... Dus nee, ja, ik kijk op zich niet heel negatief terug op die periode. Ja, is dat mijn leukste tijd geweest uit mijn wielercarrière? Nee, maar ik heb daar wel veel van geleerd. Hij heeft zich misschien een beetje verloren gevoeld in zo'n groot team. Als jonge renner kan ik me dat wel voorstellen, dat je soms gewoon aan de aandacht ontsnapt. Je moet maar even een periode uitzoeken, want iedereen is druk met wat anders. Maar goed, hij heeft zijn weg wel gevonden. En hij is natuurlijk ook een beetje avonturier. Hij heeft zijn ploegjes in Amerika gevonden. En hij heeft er altijd wel aardige prestaties neergezet. En dan de andere Drent, Berden de Vries. Hij reed een sterk seizoen en was met de 8e plaats de beste continentale renner tijdens het Nederlands kampioenschap tussen de profs. Ook won hij het eindklassement van Olympia Stoer. Bij zijn nieuwe ploeg moet hij meteen goed zijn in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Maar ik denk dat hij wel een karakterman is die niet flauw is. Omstandigheden, weersomstandigheden zal hij wel mooi vinden als het wat slechter is, denk ik. En man voor het voorjaar, dus ik denk al wel gelijk dat we er veel plezier van kunnen hebben. Ja, goed, ik wil gewoon Vlaanderen, dat wil ik echt proberen zo lang mogelijk mee te gaan. Want dat is wel wat naar mijn hart ligt. Ja, in andere wedstrijden, ja. Je kan niet altijd het hele jaar goed zijn, maar probeer toch een aantal momenten echt goed te pieken, ja. Is Vlaanderen een soort van jongensdroom? Nee, dat is wel een jongensdroom, maar Roubaix, dat is mijn jongensdroom. Ja, en Olympisch Touren was een droom en Roubaix kijken hoe ver we daar komen, ja. Vooralsnog rijdt de ploeg geen grote rondes, maar wat niet is, kan nog komen. Het Nederlands kampioenschap op de weg in Emmen eind juni is zeker een doel. Ja goed, als wij daar in Drenthe kunnen winnen, dan,
dan zou dat heel mooi zijn. Maar goed, dat is voor een Nederlandse ploeg is dat natuurlijk een eerste jaar zou dat fantastisch zijn. Hoogeland heeft er zin in. Volgende week maandag vertrekt de ploeg voor het eerste trainingskamp naar het Spaanse Kalpen.